Zoals jullie zien ben ik weer even bij de walbeschoeiing gestopt. Ik heb een, dit is het hoofdje. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag 30 augustus. En we leven om 8 minuten over 2 volgens mijn horloge, maar ik ben wat voor, dus ja, exact weet ik het nog niet, ik heb de computer ook nog niet aan. Mary is al geweest, die kwam weer van alles en nog wat brengen. Deze overgordijnen, die moeten heel in het kotten. Ik heb ergens een knipje gegeven, dat moet ik weer opzoeken en dan moet ik de lengte opmeten, ook vanwege de andere, wat er dan af moet. En ze kon ook haar vitrage weer terugbrengen, die ik al gemaakt had, maar dat had ik al verteld. Ik had die band erop gezet. Komt ze thuis erachter, oh ja, het is niet voor haken. Moet het op een spandraad hebben, ja! Mijn telefoon hangt ook niet stil, hè? Nee. Maar oké, gedaan is eigenlijk niet meer geen keer. Maar ik ga het ook niet uit hoor. Ik heb gelijk laten zien wat mijn plan was. En dat vond ze goed. Dus dat gaan we ook doen. En de honden die zijn ook hier alweer gek aan het jagen. Jullie aan het spelen? Ja hè, moet kunnen. Maar we gaan ook zo aan de wandel, dus ja, worden ze wel weer een beetje moe van. En daarna ga ik gelijk die witte vitrage van Mary even naaien, dat is zomaar gedaan. En dan moet ik, die andere moeten geknipt worden, en dan moet ik heb mijn centimeter altijd bij de hand leggen, daar hoef ik geen eens wat voor te pakken. Dat ligt achter jullie in een vakje, maar dan moet ik, nou ja... Een heel eind. Kijk, daar heeft ze een knipje gegeven. Nou, dat is mooi. Dan moet dat stuk eraf. Nou, dat moet ik opmeten. Maar ja, wie die gordijnen hij heeft gemaakt, Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Het is wel deskundig gebeurd. Geloof ik. Maar zoiets heb ik nog nooit gedaan. Terwijl ik toch coupeuse ben geweest. En dit garen dat is zo vreselijk dun. En ze hebben zelfs nog een dubbele draad genomen. Ik weet het niet hoor, hoe ze dit hebben gedaan. Het lijkt eerder met de hand gedaan te zijn, want een naaimachine drukt door. Ik doe dat op gewoon.nl. Ja, nou, in ieder geval, daar gaat hij eraf. De zoom die zie je er eigenlijk ook niet in. Nou, en als je de zoom ziet, dit is de zoom. Waarom moet dat groot wezen? Is dat niet nodig, denk je dan? Had veel meer afgekund. Maar ja, oké. Ik heb deze verder niet gemaakt. Kijken of ze kotten werden. Ja, dat gaan we gewoon doen. Punt. En ik zit met mijn nagels te harnissen. Die brokkelen allemaal af. En dat wordt ook een beetje scherp. Dus ja. Hey dames toch. Potdikkie. Moet dat zo? Kussen en alles op de grond gooien. Kan dat even geschikt worden? Hey. We gaan zo lopen, maar vrouwtje, het allemaal brokkels aan de nagels. Ja. Dat is geen fijn gevoel. Nee. Maar oké, ja, zo dus. Ook zo'n setje heb ik altijd bij de hand. Dus, komt allemaal goed. En ik, ja, heb heel vreemd. Pijn hier al, maar het is zijn steken. Wat het is, Joost mag het weten. Ja, dat rijmt ook nog. Gisteravond, tenminste vannacht begon het eigenlijk.
toen ik met Karin nog aan de telefoon zat. Maar in ieder geval, ja, ik weet het ook niet. Komt goed? Mag ik hopen? Het zijn steken, ik denk dat het een zenuwspiertje dat is of zo. Misschien zit er wel wat knel hoor. Gaat wel weer over, het is zelf gekomen, het gaat er zelf wel weer over ook. Ja toch? Ja. Nou, lieve vrienden, ik neem jullie gezellig mee in deze dag. Wat het verder ons brengen mag, weet ik ook niet. Ja, dat wordt weer naaien. Ja, yeah, ik kan er niks aan doen. Hé? Ja? En morgen weer jettetjesmarkt, maar dat is morgen pas. Het wordt nu een naaidag. Yeah. Nou, we merken het wel. Geef lekker met de hondjes uit. En ik neem jullie lekker gezellig mee in weer een dag in van mijn leven. Ja, doen we, hè? Ja. Grote meid. Ja, je bent een grote meid. Je bent een grote meid, hè? Ben je grote meid? Hé, ben je grote meid? Ben je grote meid? Ben je grote meid? Ja, hè? Hoe is een grote meid? Hoe is een grote meid? Hé, kan je. Maar oké, okay, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat je doet. Maar geniet ook zeker met ons mee. Ja, zoals jullie zien ben ik weer even bij de walbeschoeiing gestopt. En ja, daar, er stond hier net ook zo'n groot apparaat, zoals die gele. Maar die is ook alweer vertrokken. Die gaat daar geen helemaal. Ja. Dat even mijn booster weer van de rem, booster, ja hoor, maar rollator van de rem afhalen. Als dat allemaal wil. Stukje die kant op, dames. Wachten. Wachten. Ja, we moeten die kant op. Dus ja. We zijn lekker bezig. Ja, ja. Komt allemaal goed. Hé, Elwing? Of niet dan? Elwing? Elwing? Rijka? Ja, hij komt goed, hè? Ja. Rijka is een beetje bang van die grote apparaten. Hé? Ja. Maar we gaan weer verder. Ik heb het al dichtgemaakt. Ik heb een... dit is het hoofdje. En daar moet de spandraad tussendoor. En ik heb hem hier uiteraard open, maar dat wil nou natuurlijk niet. Ja, dat wil wel. Nou, daar moet het hoofdje door de spandraad doorheen kunnen. Deze heb ik klaar. Maar ik zou aan de volgende beginnen. En ja, dacht je dat? Nee, ik kreeg telefoon tussendoor. Dus ja, dat is maar gedaan. En ik moet zo meteen weer telefoontjes zelf plegen. En dan ga ik die doen. Dus ja, we zullen het beleven. Ik ga nou eerst even telefoneren en jullie horen me later wel weer. Lieve vrienden, ja, het is weer de hoogste tijd om met de dames te gaan lopen. Ja, hè? Ja. Maar ik ben niet aan die tweede vitrage gekomen. Nee, ben ik niet aan toegekomen. Nee, het is inmiddels al wel 18:40. Dus ik moet opschieten, want ik wil goede tijd en slechte tijd weer zien, want dat komt weer. Ja. Maar ik heb het druk gehad met telefoneren. Want, ja, waarom kunnen volwassen mensen dingen niet zelf oplossen? Hebben ze ruzie en dan moet je als hoofdbeheerster er weer aan te pas komen. Het was zo lekker rustig. Dan moet je er als hoofdbeheerster er weer bij komen en oh jee, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Maar ook de leden wil ik graag toespreken van de 50 Plus Club, ja. Lieve vrienden toch, wat doen jullie nou? Een
oude grap vanuit het jaar nul van mijn part. Dat je op die link klikt, hè, het is een foto met gebroken glas. En dan druk je op die link en dan kom je op je eigen tijdlijn terecht. Met andere woorden, jij hebt het gedaan. Het is een grap! Kom op zeg! We zijn geen kleine kinderen, we zijn volwassen. Dus denk na, het is een grap. Een grap waar je om lachen behoort. Ja, kom op zeg. Maar ook elkaar, ja, dom maken, dom zeggen. En ja, het staat dan, dat vind ik niet netjes allemaal. Dat iemand dat dan tegen diegene zegt die dat dan niet begrijpt, zeggen van dat je dom bent. Wat? Nee, je bent, niemand is dom. Helemaal niemand. Nee! Denk na. Ja, juist het team moet nadenken. Ja, en niet een ander voor dom uitmaken. Nee, niet nodig. Dus ja, lieve vrienden, het is genoeg zo. Ja, ik ga me geen woorden meer aan vuil maken. Ik ga mijn hondjes uitlaten. Ja, die wil eruit. Die wil eruit. En even lopen. En dan hoop ik dat ik voor achter klaar ben. Maar ik moet ook nog eten. Ja. Ik was vergeten brood uit de vriezer te halen. Ik kijk nou net verder dat mijn neus lang is. Ik denk, is er nog patat, weet je? Dan eet ik een patatje. Nou, ik zie wel wat ik eet. Ik weet het nog niet. Nee, ik weet het nog niet. Ik heb ook helemaal nog geen zin om te eten. Maar ik moet er wel eten. Ja. Net zoals altijd. Maar oké, lieve vrienden, ik ga mijn meiden uitlaten en ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. En misschien tot straks en anders tot aan de andere kant van de nacht. Maar dat weet ik nog niet, nee. Lieve vrienden, ik heb de camera op de maan gericht. Jullie zien een bijmaantje, maar dat komt door mijn camera. Ik sta hier namelijk een beetje te trillen, ik sta op de volle wind op de brug. Ik zal weer uitzoomen. Zo, ja, uitzicht over het water, de hondjes staan bij me, maar die zien jullie lekker niet, daar is het donker voor, en daar uitzicht over het water, en bij deze wens ik jullie allemaal een hele, hele goede nacht. Welterusten, ja, daar staan de honden, maar die zie je niet. Welterusten en slaap zacht en tot aan de andere kant van de nacht.